Hallo lieve meiden, goed dat jullie weer kijken. Vandaag een beetje een ander begin dan normaal. Ik sta ineens bij de bar. We gaan namelijk beginnen met een nieuwe voeten/knieën warming-up. Omdat ik die op de grond niet meer zo leuk vind. Die hebben we al te vaak gedaan, dus heb ik iets nieuws verzonnen. Daarvoor heb je dus iets nodig wat op een bar lijkt. Dat kan zijn een tafel, dat kan zijn een stoel of een kruk of een bureau. Dus probeer ergens naar op zoek te gaan in huis, wat ongeveer ter hoogte is van de bar. Dus ongeveer ter hoogte van je navel. Ik heb deze, ik hoop dat jullie allemaal iets kunnen vinden. En dan gaan we lekker beginnen. Goed, ik ga de oefening even andersom uitleggen. Je begint strakjes met je hoofd te rollen. Je gaat naar je oor en dan gaat je hoofd helemaal laag. Achterloos weer naar je oor. Dan ga je de andere kant op, dus achterlangs. Via beneden, zo weer terug. Dus je draait je hoofd 2 keer 8. Vervolgens krijg je een tandeur met je rechtervoet naar voren. Dan draai je hem uit, draai je hem weer parallel en sluit. Let erop dat je heup niet dit gaat doen. Dus je wil je bil bijhouden. Je draait je been uit vanuit de binnenkant van je been, vanuit je binnenbeenspieren. Dan draai je hem weer parallel en sluit. Vervolgens krijg je 2 tandu's met rechts, tandu en sluit, tandu en sluit. Als je dat hebt gedaan, krijg je langzaam aan je enkel, aan je knie, aan je enkel zet je voet neer en dan hetzelfde 2 keer snel. Aan je enkel, aan je knie, aan je enkel en neer, aan je enkel, aan je knie, enkel en neer. Dus je hebt je hoofd rollen, allebei de kanten op, krijg je tandu, draai uit, draai parallel, sluit 2 keer tandu, aan je enkel, aan je knie langzaam en dan 2 keer aan je enkel, aan je knie snel. Als je dat hebt gedaan, ga je naar een relevé op je tenen, dan probeer je of je rechtervoet misschien los kan laten zonder dat er iets in je been gebeurt. Dus je gaat niet stiekem je been buigen of stiekem opzij hangen. Je wijst recht boven je been, je tilt je voet op en dan probeer je of je je arm even los kan laten. En dan sluit je hem weer af. Zet je je voet weer naast elkaar. Even een balansje, kijken of jullie dat nog kunnen na zoveel weken niet in de studio dansen. Als je dat hebt gedaan, doen we alles met links. Dus dan ga je eerst naar je linkeroor, voorlangs, helemaal naar achter, andere kant op, 6, 7, 8, krijg je tandu voor met links, draai uit, parallel en sluit, 2 keer tandu voor en sluit, aan je enkel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 keer snel, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ga je weer relevé op je tenen, probeer je linkervoet los te laten. En dan kun je weer kijken of je misschien de bar, juf, wat zeg je nou, het is geen bar, het is een keukentafel of stoel of wat dan ook, of je die los kan laten. Woeps! En kijk maar of je kunt blijven staan. En dan sluit je hem weer netjes af. Ja, goed. Als je de uitdaging nog niet helemaal hebt, scroll even terug. Maar ga nog wel lekker muziek doen, dus ik ga je hele weer met hem. Naar muziek. Andere kant op.
Als je voeten en je knieën en alles nou nog niet helemaal warm zijn, doe je hem gewoon nog een keer. Wij gaan verder met de warming-up nummer 2. Let's go! Oké, lieve meiden. Nou, we hebben de bar, de stoel, de tafel, alles weer opzij geschoven, zodat we de volgende warming-up kunnen gaan doen. Dat is deze, met het zwaaien. Ik doe hem even één keer zonder muziek. Want vorige week hebben we er een nieuw stukje aan vastgepakt met een tafeltje van je rug. Dus ik ga hem even één keer zonder muziek doen. En dan doen we hem lekker met de muziek. Goed, je staat parallel. Je ging vier keer zwaaien. Doe maar gezellig met me mee. Je krijgt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak iets vast. Gooi het weg. Gooi het weg. Sluit aan. Gingen we verstoppen naar de rechterkant. Met je linker, arm voor. 5, 6, 7, 8, verstoppen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, verstoppen. 2, arm achter, 2 armen de lucht in. Doen we even dus nog een keer vanaf het begin. Dus zwaai, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pak kindjes vast. Gooi het weg, sluit bij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 armen de lucht. Gingen we zwaaien naar voren. 1, 2, 3, 4. Naar rechts. 5, 6. Gooi weer iets weg met je rechterarm. 7, 8. Maak je kleine lopen rondje. 1, 2, 3. 4, zijn arm hier, dus steek je linker omhoog. 5, 6, 7, 8. Goed, we doen hem even vanaf de armen allebei op. Gaan we zwaaien naar voren. 7, 8, zwaaien. 2, 3, 4, opzij en gooi het weg. Lopen, rondje, 3, 4, armen omhoog. Dan hadden we ook een rondje, open en dicht. Open en weer dicht. Maak hem weer open en dicht. Open en dicht. Ja. Na het bloemetje gaan we een tafeltje maken. Tafel 2, 3, 4. Ga ik hem even van de zijkant laten zien. Zorg ervoor dat je rug zo recht is als je kan. Dus niet zo. Ook niet helemaal zo'n holle rug dat je je billen helemaal omhoog steekt. Maar een rechte rug. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Gingen we onze knieën buigen. Plié en strek. Armen voor. 2, 3, 4. Laat los. En rol op. Ja. Dus als je je tafeltje mee maakt, dan plié en strek. Armen voor. En zij laat het los. En dan rol weer op. Vanaf het bloemetje. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tafel. 1, 2, 3, 4. Plié en de strek. En voor. 2, 3, 4. Laat los. Rol. Laatste stukje. Waar de voetjes? Je voeten nemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, nog een keer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar zo was het een beetje saai. Dus samen met je armen werkt het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus je armen gaan mee op. En dan kun je flex handen. Stop. In de lucht. En schouder terug naar beneden. Ja. Als je dat hebt gedaan, kan je hem weer helemaal vanaf het begin nog een keertje doen. Oké? Nou, we gaan het gewoon lekker op muziek doen. Laten we het proberen. Before me, or and then.
was dit stukje. Dat ga ik nu eventjes herhalen, want het begin kennen jullie heel erg goed. Het beginsteekje natuurlijk. Daarna kwam het kniestukje. Dat kennen jullie ook heel goed. Maar het nieuwe stukje ga ik nog eventjes opnieuw uitleggen. Daarbij eindig je met deze. Gingen we achterlangs, helemaal omlaag. En dan gaan we vlieg op en weer, vlieg op en weer. Daar was je geëindigd. Goed, wat je dan doet, je gaat uit naar rechts. Je benen doen als volgt. Hang opzij en dan in één keer op. Doe even een paar keer achter elkaar. Je krijgt 1, 2, 3, 4, los. Nog een keer, 5, 6, 7, doe. 1, 2, 3, 4, los. Twee linken zo, sjoef, je voet op. Je armen zijn hier beneden bungelend een beetje saai. Dus daar doen we natuurlijk iets mee. Je krijgt opzij, 2, 3, 4. En bij de opdraai is een keer rond. Krijg je rechts, links. Ging je stiekem al een stukje verder. Dus, je bent geëindigd met vlieg en terug. Gaan we uit. 1, 2, 3, 4, rond, rechts, links. Twee stappen zet je daar. Dus je bent hier, krijg je rechts, links. Achter elkaar. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rechts, links. Kom ik een beetje naar de camera. Stel dat gedaan. Krijg een langzame pas, een snelle snelle. Eén langzame, twee snelles. Je bent geëindigd met je linkerbeen. Dus ga je eerst met je rechterbeen, je achterste been weg. Een langzame pas. Langzaam. Twee snelle passen. Snel, snel. Stap je bij met links, rechts. En je armen komen zij. Doen we er achteraan. Vanaf de handen opzij. 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4. Rond, 6, 7, 8. Langzaam, snel, snel. Stap erbij. Ga je armen rond. Ja, dus als je met erbij staat, links, rechts. Ga je armen rond. En dan pak je ze tegen je bovenin aan. Daarna hebben we vorige week het laatste stukje gedaan, was die bil opzij. Je bil gaat naar rechts. Je linkervoet komt omhoog. Je arm is opzij. En die andere is op je bil, op je heup. Als je terug gaat, kan je stop zijn. Stop. Deed nog een keertje. Uit. En nog een keertje stop. Je bil deed dus twee keer. Je was hier. Rond, stappie, stappie, langzaam, snel, snel, stap erbij, armen rond, krijg je wil, 2, stop, en de wil, 6, stop. Dat was een stukje wat we vorige week hadden. Goed, als je de uitleg hiervan nog niet helemaal hebt, wederom scroll eventjes terug. Wij gaan hem vanaf het begin tot en met dit stukje doen. En dan komt straks het nieuwe stukje. Goed, helemaal vanaf het begin. Ik hoop dat jullie gezellig met mij doen.
laat je even zien. Kiekeboe. En je verstopt je weer. Vier. Ja. We zijn geëindigd in berg. Stop. Zes. Zeven. Go. 1, 2, 3, 4. Dat gaat best wel snel, dus dat doen we even een paar keer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nog een keer. 5, 6, 7, 8. En de 1, 2, 3, 4. Vanuit daar maak je armen open. 5, 6. Krijg je weer een stop. 7, 8. Alsof er daar iemand zit tegen wie je stop wil zeggen. Eerst was hij daar en nu zit hij voor je terug. Ja, vanaf dit. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, armen rond, stop, terug. Vanaf de pil. 5, 6, komt hij aan. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, op, neer, armen rond, stop, sta. Als je dit nog niet helemaal hebt, oefen dit even een paar keer. Gaan we door. Je hebt gedaan, stop, sta. Laatste, 8 tellen. Je doet een loopdraai naar voren toe. Gaan we even opzij voor doen. Dat is door je benen, strek op. Door je benen, strek op. Dus de eerste twee passen zijn in jullie. De laatste pas strek je uit. Dus we doen hem nog even een keertje opzij. Laag, laag, strek hem uit. En laag, laag, strek hem uit. Dat is het idee. We doen hem alleen even opzij en opzij. Omdat we een beetje schuin staan. Stop, terug. Doe hem eerst naar voren en dan opzij. Langzaam ziet dat er als volgt uit. Stop, terug. Laag, laag. Strek hem op. Gaan we naar links. Links, rechts. Pol. Strek hem op. Het blijft een moeilijk pasje met al draaien. Goed, dus je hebt stop, terug, naar voor. Strek hem uit, naar links. Strek hem uit. Ja? Goed. Dat zit dus als allerlaatste achter in je stukje aangepakt. Tot daar houden we nog. Ik zeg één keertje vanaf deze. En dan nog één keertje helemaal. Alright? Ga ik het stukje even opzoeken. Vanaf de hand opzij.
draaien of tijdens de buitenles. En succes!